dit zegt voor mij heel veel. Dat was echt op een heel diepe, duister dal, zeg maar, in mijn leven. Had ik daar echt wel wat aan. Als God een deur sluit, opent hij een venster. Dus dat er ook andere goede dingen zijn en komen in je leven. Waar je ook weer heel blij van wordt. En dan vergeet je een beetje wel weer het verdriet van dat andere. Een beetje in je depressie blijven hangen, dat is ook niks. Daar moet je juist doorheen. Dan moet je juist dingen gaan doen die leuk zijn. Dan word je daar ook weer vrolijker van. Leuke dingen doen waar je vrolijk van wordt. Dat is voor Margreet vooral bezig zijn met dieren. Daarom is ze een paar keer per week op de boerderij van de instelling waar ze de dieren verzorgt. En zo doet ze meteen werkervaring op, want het liefst zou ze in die richting verder willen. Ik heb van jongs af aan altijd al dieren gehad. En ja, ik vind het ontzettend leuk om dieren te verzorgen. Dus ik wil ook wat vrijwilligerswerk buiten het terrein, dus buiten de boerderij, buiten de tuinkast gaan zoeken. Bij de dierenambulance of een dierenasiel. En dan kom je ook weer een beetje uit het cirkeltje van patiënten en verpleegkundigen en psychiaters en alles. En je gaat je alleen maar een beetje beter door voelen, want je bent belangrijk, ze hebben je nodig. Je bent, Net als Margreet worden alle cliënten van GGZ Breeburg die daar beschermd wonen of leven op een klinische locatie gestimuleerd om op zoek te gaan naar dagbesteding of werk, liefst 20 uur per week. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat actief bezig zijn direct bijdraagt aan hun herstel. Zo ontdekken cliënten niet alleen waar ze goed in zijn, ze krijgen ook een doel in hun leven en doen nieuwe vaardigheden op. Als ik Margreet zie werken en gewoon in haar dagelijks leven zie, dan zie ik een hele zorgzame meid die heel graag voor de dieren wil zorgen, maar die sowieso de zorgende kant wel heeft. Want Margreet heeft aangegeven dat ze dus vrijwilligerswerk wil gaan doen, maar of de vraag is of dat ze dat ook inderdaad bij die dieren kan doen. Misschien moeten we ook eens kijken of dat er andere mogelijkheden zijn die een beetje een zorgende inslag hebben. Want ik denk dat zij daar heel goed in is. Hè? Want ze heeft een heel zacht persoon is ze. Kijk, die komt echt niet naar je toe. En die schoonen die zijn wat minder tam. Die zijn iets wilder. Zie, hij blijft gewoon. Die willen gewoon met rust gelaten worden. De zoektocht nu naar het werk is dat we op de vrijwilligerscentrale gaan, site van de vrijwilligerscentrale gaan we kijken wat voor een vacatures erop staan. En als daar iets tussen zit waarvan Margreet denkt van nou, daar wil ik best wel over in gesprek gaan met de organisatie die vacature op de site heeft gezet, dan gaan we daarmee in gesprek. En daar begeleid ik haar bij. En in principe doe ik niet zo heel veel, want ik ondersteun haar eigenlijk alleen maar misschien bij de aanwezigheid met het gesprek. Maar voor Margreet kan dat wel een houvast zijn, hè, dat ik gewoon aanwezig ben. Maar Margreet doet uiteindelijk het woord en die heeft het gesprek met degene van de organisatie. Ja, je kan het zeggen, je weet niet. Als het komt, dan komt het. Als komt niet, dan komt het niet. Ja. Net als gewoon normale mensen. Gewoon je gezinnetje, huisje, autootje. Een goed werk, goede sport. Vriendje. Ja, gewoon normaal. Een normaal leventje. Ja, ik denk dat de onzekerheid van hun eigen kunnen, dat het grootste struikelblok is. Of tenminste, het grootste probleem is waar ze tegenaan lopen. Terwijl, eigenlijk hebben ze veel meer vaardigheden dan ze denken. En dat moeten we zien te doorbreken. Die knop moet eigenlijk om. En het hoeft niet eens een fulltime job te zijn hoor, want daar gaan we helemaal niet voor. Maar als je gewoon zeg ongeveer 20 uur in de week zou kunnen werken, nou dat geeft toch heel veel voldoening. Net als jij en ik.